We staan hier vlak buiten het Zuid-Hollandse dorp Valkenburg, gemeente Katwijk. Een plek vol geschiedenis. Als archeoloog ben ik natuurlijk vooral bekend met de Romeinse geschiedenis. Het Romeinse legerkamp wat daar in de oorlogsjaren onder de kerk is opgegraven. En de recente ontdekking van het grote legioenskamp hier op het vliegveld. Bijna 2000 jaar later komen hier weer militairen. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 landen hier op het vliegveld de Duitse militairen die over dit weggetje naar het dorp optrekken. 5 jaar later, aan het eind van de oorlog, lopen de bewoners van het dorp over ditzelfde weggetje terug naar het vliegveld, omdat geallieerde bommenwerpers hier voedselpakketten uitgooien. In de tussenliggende jaren bouwden Duitsers het vliegveld uit tot een groot versterkt complex, met barakken aan de rand van de duinen en een tankkracht eromheen. En daarmee wordt het vliegveld onderdeel van de Atlantikwal, de Duitse kustverdediging. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef Valkenburg in gebruik als militair vliegveld. Tot 2006, toen vertrok het laatste vliegtuig. Toen kwamen er bedrijven, asielzoekers en natuurlijk in de theaterhangar Soldaat van Oranje. De start- en landingsbanen zijn al lang verdwenen. Wat overblijft zijn een aantal karakteristieke gebouwen, de verkeerstoren, de hangars en natuurlijk die enorme grote open lege ruimte hier achter mij. Ook die lege ruimte gaat verdwijnen. Daar komt de nieuwbouwwijk Valkenhorst. Alle reden om op zoek te gaan naar het verhaal van het vliegveld. Een vliegveld dat gaat verdwijnen. Maar een vliegveld dat ook al jarenlang verdwenen was van topografische kaart. Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was. Als je hier langs reed, zag je de vliegtuigen starten en landen. Alleen de vraag is, wat gebeurde er in die jaren? Wat maakte dit vliegveld zo bijzonder dat het niet op de kaart mocht staan? Dat ga ik uitzoeken. Ik ga mensen spreken die hier werkten en ik ben benieuwd naar hun taken en hoe het was om hier te wonen en te werken. En als archeoloog ga ik vooral op zoek naar de sporen uit de Koude Oorlog. Ik heb nooit echt de dreiging gevoeld, maar we vonden wel dat dat de dreiging was. Ik vind het nog moeilijk te herinneren, maar het was wel in een setting van Rusland-Amerika. Waarbij je ergens vaag wel wist van ja, het kan erop aankomen. Ja, maar die dreiging, dat was dus een gevoel van binnenuit waar je niks tegen kon doen. Hè? Je had het gevoel dat je machteloos was er tegenover. Nou, je hoefde je daar niet druk over te maken omdat wij atoomwapens hadden en de zogenaamde vijand dat ook had. En als zij hem zouden gebruiken, zouden wij hem ook gebruiken. En dan was het voordeel van het atoomwapen was weg. Het atoomwapen heeft daardoor eigenlijk de vrede bewaard. Het is je werk. Je hebt ervoor geleerd. Dus je doet het gewoon. Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. En dan met name de Russische onderzeeboten. Dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg. En daar waren we heel erg goed in, heb ik wel begrepen. Wat ik altijd heel erg mooi gevonden heb, is dat je altijd met een groep aan het werken bent, met mensen. En je moet elkaar kunnen vertrouwen. En je had dan ook altijd een hele goede band met elkaar. Een marinevliegveld is een militair vliegveld. Het is niet toegankelijk voor zeg maar, de gewone burger. En vanuit hier werden operaties gestart die eigenlijk de hele wereld overgingen. We vlogen richting Keflavik. We hebben operaties gedaan vanuit Noorwegen, Engeland. We deden missies vanuit het Caribisch gebied. Maar dat werd allemaal geleid vanuit hier het operatiecentrum op marinevliegkamp Valkenburg. Later, bij het sluiten van het vliegveld Ypenburg, zijn we ook een regeringsvliegveld geworden. Waarbij we toch ook veel belangrijke gasten van de regering hebben mogen ontvangen. Ja, ik denk dat we een belangrijk onderdeel zijn geweest van de krijgsmacht. Als je naar de Koude Oorlog nu kijkt, dan denk je, oh, wat was dat een veilige periode ten opzichte van wat we nu meemaken.
Maar toen vonden we de Koude Oorlog echt ook wel beklemmend. Ik heb het nooit echt zo zelf gevoeld. Maar we wisten wel elke keer als we met een Orion detachement naar Keflavik, IJsland, werden uitgestuurd voor 2 weken of een maand. En we gingen op Russische onderzeeboten vliegen. En we hadden een Russische onderzeeboot aan het kleed, zo noemden we dat dan. Hè. We wisten waar die zat en we volgden hem. Ja, dan wisten we wel van hiervoor doen we het. En er kan altijd een moment komen dat we, dat we worden ingezet daarvoor. Wat ik me wel herinner, dus, maar toen was dat was in de jaren 60, in de oude verkeerstoren, dat het nog wel eens regelmatig gebeurde dat Russische vliegtuigen, passagiersvliegtuigen, die voor Schiphol bedoeld waren, nog wel eens doorschoten. En dan kwamen ze hier recht overheen vliegen. En dan kregen wij een seintje van de Schiphol approach controller van daar gaat hij weer heen. Ja, en het belangrijkste in de ochtend was natuurlijk de crewroom. En het ziet er gewoon nog zo uit als in die tijd, zeg maar. Ja, natuurlijk kaler, maar in ieder geval de inrichting. Ja, ik ben blij dat dit er staat. Ja. Want dit roept natuurlijk wel memories op. Ja. En de stickers die ik daar zie, zijn die ook uit die tijd op de deur? Ik denk het wel, ja. Ik zie een sticker van Keflavik IJsland. Ja, Keflavik was wel in onze tijd de plek waar we heel graag heen gingen. Ja. Omdat we daar met onze Orion-vliegtuigen op Russische onderzeeboten gingen vliegen. Ja. Dus het was altijd wel bijzonder. En daar kwamen natuurlijk ook wel buitenlandse crews. Ja. Ja, en die plakten natuurlijk uit hun achterzak ook even een sticker. Net zoals wij dat deden, ergens anders. Een beetje de sport ook. Ja. En we wisselden natuurlijk best heel veel gegevens met elkaar uit. Ja. Vooral met de Amerikanen en de Engelsen. Omdat we ook, we deden met z'n allen, deden we gewoon die baan om die Russische onderzeeboten op te sporen. Dat deden de Nederlanders niet alleen. Ja. Nee, de Nooren, de Engelsen, de Canadezen, de Amerikanen, de Fransen. Ja, dat was echt een gezamenlijke effort. Want als jullie naar IJsland gingen, dan was het ook een Amerikaanse basis, toch? Ja, het was een Amerikaanse basis. Precies. En wij waren dan onder commando van de Amerikanen. Onze vliegtuigen waren geschikt om onderzeeboten op te sporen. Maar de onderzeeboten die voeren onder water. Dus het is niet zo dat je dan boven de zee vliegt en kijk, daar vaart een onderzeeboot, die vaart onder water. En onze vliegtuigen die waren in staat om het geluid wat de onderzeeboot maakt onder water, om dat op te vangen. En dat deden we met zogenaamde sonoboeien die we uit het vliegtuig wierpen. Daaruit rolde een hydrofoon die kon de geluiden onder water opnemen. En zo'n onderzeeboot maakt altijd geluid. De schroeven maken geluid, de pompen maken geluid. En dat vingen we op en dat konden we in het vliegtuig zelf analyseren. En aan de hand van de frequentie van dat geluid konden we bepalen wat voor een type geluid dat was. En ook nog waar het vandaan kwam. En zo probeerden we met een soort van sonoboeienpatroon, probeerden we de onderzeeboot eerst te zoeken, daarna te lokaliseren en vervolgens bij te houden. Het waren nucleaire onderzeeboten van de Russen met nucleaire wapens aan boord. En die konden op de Atlantische Oceaan hun raketten in het geval van oorlog konden ze afvuren. En we wilden weten waar ze zaten. De grote gedachte was dat die onderzeeboten zo bovenlangs Noorwegen kwamen. En dan zo tussen IJsland en Noorwegen doorgingen. En dan voor de kust van Amerika zouden gaan liggen met hun lanceerinrichtingen. En dan spreken we echt over de tijd van de Koude Oorlog. Dat moesten wij dan in kaart brengen met al die vluchten die dan 24 uur per dag, 7 dagen per week werden uitgevoerd. Dit is het kantoor, dat is een beetje het hart van het Skolmen. Want dit was operaties. Oké. Okay. Die deelden de vliegtuigbemanning in van jij gaat vandaag dit doen, jij gaat vandaag dat doen. Dit is het weekprogramma. En er kwamen natuurlijk altijd lui langs die zeggen van ik sta niet op het vliegtuig of het vliegprogramma. Ik wil er nu op en zo. Nee, je bent niet ingedeeld. Hadden die toestellen geen vaste crew? Nee. Okay, dat wisten we dus. Er waren wel vaste bemanningen. Ja. Maar een bemanning had niet een eigen vliegtuig. Okay, dus dat werd voortdurend gerolleerd. Ja. En die vaste bemanningen, dat hielden we wel zo lang mogelijk bij elkaar. Dus er was één team, dat team blijft hetzelfde, alleen niet altijd op het team. Het moet zoveel mogelijk hetzelfde blijven, maar we vlogen op verschillende vliegtuigen. Ja. Dus dit was
voor heel veel vliegtuigbemanningsleden een belangrijke rol. Ja. Want hier kreeg je te horen wanneer je wel of niet op detachering ging. Ja. Of wanneer je wel of niet ging vliegen. Of je naar IJsland werd gestuurd. Of je naar IJsland werd gestuurd. Ja. Of, okay. Ja. Grappig, operatie. Dat is een hok als... Ja, alle andere, maar dat is wel het hart van het squadron. Ja, het hart van het squadron. Ja. Ja. Mooi. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja, voor mij was het mijn ambitie om commandant van Valkenburg te worden. En zonder dat ik daar nou de hele tijd mee bezig ben geweest, was het wel mijn droombaan. En in 2002 mocht ik hier de commandant worden. En werd ik dus baas van zo'n vliegkamp. En dan heb je je eigen vliegtuigen. Nou, wie kan dat zeggen op... hoe oud was ik? Ik geloof dat ik 45 was. En dan heb je opeens 10 vliegtuigen onder je beheer en 850 mannen en vrouwen. En een heel vliegveld van 330 hectare. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die dat kunnen zeggen. Hier stond ergens erboven kajuit en dan stond de naam van de commandant. Ja, ja, ja. Nou, dat is nu weggehaald. Ja. Nou ja, en dit roept natuurlijk wel bijzondere herinneringen op. Ja. Dat je zelfs de bureaus die er staan en de kasten die er staan, weliswaar nu onder stof, ja, die zijn dezelfde. Maar wel ook, en op de plaats ook? Op dezelfde plek. Serieus, ja? Ja, ja. Ik weet nog wel dat deze grijze tafel, die was dan hier zo nog, nog aangehaakt. En die tafel die stond daar ergens. Er was hier nog een soort van lage tafel met een bank en twee luie stoelen. Ja. Hier stond een computer. En hier was allemaal administratie. En ik zo'n draaistoel en dan kon je zo naar het vliegveld kijken. Ja, dit was asfalt, de opstelplaats van de vliegtuigen. Net zoals daar. Ja, ja, en het is nu voor een deel begroeid. Ja. En verderop kon je de verkeerstoren zien. Ja. En je kon de startende en landende vliegtuigen zien aankomen. Ja. En dan liep je dus vanuit het schollengebouw hier beneden, liep je naar het vliegtuig toe. Ja. Ja, briljant toch? Hij doet het nog. Ja. Hartstikke goed, ja. Gewoon niet storen. In gesprek. Storen. In gesprek. Of, ja, dan was er wel iets bijzonders aan de hand. Meestal. Het kwam niet zo vaak voor. Nee. Ik gebruik dit bijna nooit. Ja. Nee. Maar het is toch waanzinnig. Ja. Waanzinnig dat hij het gewoon nog doet, toch? Ja. Ja. Nou ja, en als je via de hangar ging, dan was het meestal niet helemaal oké, want dan stond je vliegtuig in de hangar en dan was er meestal wat aan de hand. Ja. Of hij werd eruit gereden en dan kon je natuurlijk vrij snel weg. Maar anders ging je die kant op en ging je naar buiten het vliegveld op. De Marine Luchtvaartdienst op Valkenburg was echt ook één grote familie. Dat was denk ik ook wel de kracht en de sterkte van ons. We wisten dat we allemaal belangrijk waren om het gezamenlijke werk te doen. En ik heb in meerdere functies na 2006 bij de marine en bij de krijgsmacht gewerkt. En ik heb altijd geprobeerd om dat familiegevoel, dat gezamenlijke teamgevoel met elkaar te krijgen. Dat is me nooit meer gelukt. En ik weet niet hoe dat dan is ontstaan, maar als je hier komt, dan voel je je gelijk welkom, gerespecteerd, gewaardeerd. En iedereen kent ook zijn eigen positie, maar snapt ook jouw positie. Hè? Dus je wordt ook gewaardeerd als commandant. Ja, dat is een bijzonder gevoel. We zijn hier bij de Longom. De Longom is de eetgelegenheid voor de officieren. De officieren die hadden een eigen soort van onderkomen waar ze lunchten en diners hadden en ook feesten en partijen hadden. We komen nu in de eetzaal die volstrekt anders is ingericht dan nu. Maar ja, goed, de pilaren die staan er nog. Ja. En hier stonden allemaal grote eettafels.
En daar aten de officieren de lunch en diner. En werd er een dansvloer gemaakt. En er stond in een van de hoeken stond er een bandje. Ja. En er werd er gefeest en gedanst. Ja, en hier komen we eigenlijk in het belangrijkste deel. Ja. De bar. Ja, nou ja, zoals je de films van vroeger wel kan herinneren, zaten hier de officieren verhalen te vertellen, anekdotes te vertellen. Hoe goed ze die ene onderzeeboot gevangen hadden of gemist hadden. Met uitzicht op... Met uitzicht op het weiland. Ja, en ik kan mij nog levendig heel goed herinneren. En je ziet eigenlijk nog wel... daar verderop zie je nog een witte stoel staan. En als het wat minder begroeid was, dan, dan gingen we naar buiten toe. Ja. Met zulke mooi weer als het nu is. Ja. Met een biertje in de hand. Ja. En keken we uit over het weiland, mijmerend over onze mooie baan die we hadden. En die bar, ook met die bekleding, dit is gewoon echt zoals origineel. Het was. Origineel. Ja, origineel. Ja, dit en hier was wel bediening. Hier was wel bediening. Hier waren hofmeesters, kelners. Ja, hier hoefden we ons eigen biertje, sterker nog, we mochten ons eigen biertje niet eens inschenken. Ja. Dat werd gedaan. Ja. Dan als een van de officieren afscheid nam. Ja. Toen werd die uitgegeten. Ja, ja, ja. Ook met partners erbij. Ja. En er waren er allemaal lange tafels. Met één hoofdtafel. Met de commandant en degene die uitgegeten werd. Ja. Ben jij hier ook uitgegeten? Of? Ik ben hier niet uitgegeten. Omdat eigenlijk aan het einde van mijn periode. Bij het sluiten van de Valmer. Was dit allemaal dicht. Ja. Dus dat, ik ben niet uitgegeten. Ja. Nee. Eigenlijk eind 2002 kreeg ik al signalen dat er flink bezuinigd moest worden bij Defensie. Maar in mei 2003 werd ik bij de bevelhebber van de marine geroepen, admiraal Klaver. Ja, die vertelde mij eigenlijk plomp verloren dat de marineleiding samen met de minister van Defensie had besloten om Doreins te verkopen en het vliegveld te sluiten. En wel per heel snel. En ik dacht echt dat de aarde even onder mijn voeten weg zou zakken. Het was volstrekte verrassing voor me. De admiraal Klaver die vertelde dat tegen me. En hij zou de volgende dag zou die langskomen op het vliegveld om dat de bemanning te gaan vertellen. En hij wilde heel graag dat ik aan zijn rechterzijde stond om dat dan mede te delen aan het personeel. En toen heb ik toch wel tegen de admiraal gezegd van admiraal, dat is uw besluit. En het is uw boodschap. En ik ga tussen het volk staan. U vertelt het zelf maar. Ik vind het gewoon triest, klaar. Een ander woord heb ik er niet voor. Het is gewoon zonde dat je zoveel kennis die je in huis had, echt up-to-date, dat je die weggegooid hebt. Niemand begreep het ook, waarom het dicht moest. Dus we dachten ook echt, nou, dit is een politiek spel. Dat kan niet anders. Daar spelen andere belangen bij. Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg mee geholpen om dat in stand te houden. Aan de vliegtuigen die we hadden, daar hadden we zeker nog wel heel lang plezier van kunnen hebben. Want in het begin hadden we het over onderzeebootbestrijding. Maar die onderzeeboten die waren dus een heel klein beetje alweer weg. Hadden we gewoon andere functies overgenomen. We hebben heel veel humanitaire hulp hebben we uitgevoerd. We hebben natuurlijk al missies boven land uitgevoerd. Voor ondersteuning van de grondtroepen die toen in het voormalige Joegoslavië zaten. En ook bij de Golfoorlog konden we natuurlijk ook een hele hoop dingen zien en waarnemen die gewoon voor de andere belanghebbenden gewoon belangrijk was. We hadden de buitenwereld in de actieve periode van onze Rijns beter en meer moeten vertellen wat we deden. En alleen we deden vaak geheime operaties. En dat was dus lastig om te vertellen wat we precies deden. Dat we Russische onderzeeboten aan het opsporen waren en hoe we dat deden. En de buitenwereld wist dus eigenlijk niet precies, ja, gaat zo'n Orion weg en die komt een maand later terug. Wat heeft hij gedaan dan? Ons was verboden om te praten over dat we boven land vlogen, dat we die apparatuur konden inzetten, dat we boven Afghanistan. We mochten daar niets
over zeggen. Want dat zou misschien de uitslag anders kunnen maken. Dat weet ik niet. Daar werden we ook op aangesproken van... je hebt een probleem als je er toch over gaat praten... of als je de krant gaat opzoeken. Ja, de laatste dag was toch wel een hele rare dag. Dat je op de laatste dag de vlag naar beneden haalt... die opvouwt, die krijg je in handen... en letterlijk en figuurlijk loop je het hek uit... en achter je wordt het hek gesloten. En dan denk je, dit was het dan. Dat is een raar moment, ja. Dat je op elkaar was aangewezen... en dat als het dat het met die samenwerking waarbij we elkaar aanspraken... dus strenger waren van... Hey, jij moet je werk wel goed kunnen doen... anders kan ik mijn werk niet goed doen. Dus het kwam er zo op aan. En die samenwerking, die heb ik echt hier geleerd. En dat is zo fantastisch. Het is bijna familie naast je familie. En ik hoor het ook veel anderen die zeggen van jullie, wat jullie hebben gehad op Valkenburg, dat hebben we niet elders in de marine. Dat is zo bijzonder geweest. Nou, dat. Misschien zijn er geen woorden voor. Ik heb hier prachtige momenten meegemaakt. Ik heb hier geleerd van mezelf. Ik heb geleerd van mensen. Ik heb hier vriendschappen gekregen. Ik heb hier hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Het was een bijzondere periode in mijn leven. Het in de lucht houden van een Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. Er zit een hele piramide onder het in de lucht houden van een Orion. Wij zitten hier nu in Hangar 6. Daar wordt momenteel de theatervoorstelling gedaan van Soldaat van Oranje. Maar in 1973 was dit een onderhoudshangar voor de Briquet Atlantique. Ja, we gaan nu proberen de verkeerstoren binnen te komen. Ja. Kijk. Hoe groot was zo'n vliegtuig nou precies? Vulde die hele hal? Het vliegtuig vulde van 90% de hal, zeg maar. Het stond echt vol vliegtuig. Ja. Nou, de laatste treden. Ja, Ruud. Naar de koepel. Kijk. Jongen. Wat een uitzicht. Jezus. Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was. Het is enorm groot. Ja, echt heel groot. Zo die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt. Ja, het is onvoorstelbaar. En of die dat doet. Even kijken of ik er ben. Ja.